Goeiedag, met Paula Dubois. Ik wilde vandaag jullie laten zien hoe ik een papiersnippet ga maken. Dat is dus een stukje papier met een collage erop, wat je dus kan gebruiken om op je enveloppen, je bladzijden, je kaarten te plakken, wat je maar leuk vindt. Dat zijn dus deze, want ik heb natuurlijk ook de stoffen snippets, hè? Die had ik al laten zien. En dit is ook een stoffen snippet. En ik heb hier had ik een papieren snippet. Daar zet wel een stukje kant op en dat ga ik nu waarschijnlijk ook gebruiken, want dat vind ik wel mooi. Die stoffen snippets laat ik ook nog een keer zien. Dat heb ik nou al een paar keer beloofd, maar ik wilde eerst even de papieren snippet doen. De papieren snippet kan je dus natuurlijk met een basis. Dit is gewoon een stukje overgebleven muziekpapier van de envelop die ik in de vorige video heb gemaakt. Die ga ik even inkten aan de zijkanten. Ik heb daar een beetje scheurrandjes op zitten, omdat dat mooi zacht rafelt. En dat is een mooie ondergrond voor eventueel waar je het op plakt, dat het beter naar boven komt wat je gemaakt hebt. Dus ik begin met deze. Ik wil daar een stukje stof op. Dus dan knip ik een stukje stof af, wat ik graag wil gebruiken. Ik wilde even nog iets kleiner maken, want mijn snippet wordt ook niet zo heel groot deze keer. Dus ik knip even de kantjes eraf. En dan kan je even ook zien dat je ze opnieuw kan rafelen. Want je kan dus gewoon de rafeltjes eruit trekken. En dan is die alleen gewoon even wat kleiner. Iedereen is ook weer bij ons thuis, dus mijn excuus als je wat hoort. Maar ja, het is gewoon, als je gezin hebt, dan heb je niet altijd een plekje voor jezelf. En moet je dus je plekje delen. Ik leg dit even aan de kant. Kijk, een stukje papier kan erover. Ik zit even te kijken wat ik leuk vind. Ik vind deze wel heel erg leuk. Dus ik ga die gebruiken. Ik kan natuurlijk ook bloemen, papieren bloemen kunnen erop. En er kunnen natuurlijk ook kantenbloemen op. En wat je hebt liggen is goed. Want het is eigenlijk gewoon een snippet maak je als decoratie natuurlijk ook. Maar ook zeg maar om wat leuks te doen met je scraps die je over hebt. Met je restjes papier die je over hebt. Nou ga ik deze erop plakken. Ik doe hem per ongeluk omvouwen. Helaas heb ik alleen maar deze Bison prikstiftje. Die past er precies op. Ik vond het ook wel leuk om een kantje erop te doen. Ergens. Ja, dat is leuk. Dus hier zit al een plakrandje op. Want je hebt kanten, kan je kopen bij de Action waar al een plakrand op zit. Dat is alleen maar makkelijk voor jezelf. Maar je kan natuurlijk ook gewoon het erop plakken met lijm. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die professionele lijm hebben. Maar dat heb ik gewoon niet. En zo. Een mooi randje erop. En dan wil ik natuurlijk wel nog een decoratief bloem of iets dergelijks op. Die heb ik ook al vastgemaakt van papier. En zo heb ik mijn papier snippet dus heel gauw gemaakt. En je kan het dus ook heel gauw van restje. Je kan het ook zeg maar met de naaimachine doen. Hè? Dan kan je al die dingen erop naaien. En dan heb je dus een papier snippet in dit geval. Je kan natuurlijk op je kleine snippet ook een pocket maken. Even gauw inkten. Het inkten is natuurlijk altijd het meeste werk. Moet je eigenlijk ook niet online doen op camera. Dat moet je eigenlijk allemaal een beetje proberen voor te bereiden. Ik wilde kijken of het me lukte om een vakje te maken op deze snippet. Dan ga ik die grijze voor gebruiken. Even kijken. Het moet ook niet te groot worden, want dat is zonde. En dan is het hele muziekpapier weg. Nou, mag nog wel wat meer af.
zijn dus gewoon restjes stof die ergens vandaan komen en die heb ik bewaard. En dan kan je daar leuke dingen mee doen, zoals deze. Even kijken. Ik wil hem een beetje aan de zijkant doen. Dan doe ik alleen maar even aan de zijkant zoveel mogelijk lijm. En dan heb ik dus een stoffen vakje gemaakt. En dan hoop ik dat hij genoeg groot genoeg is. Dat ik hem niet te klein heb gemaakt. Want ik heb het nu gewoon even heel snel gedaan. Eens kijken. Kijk. Ja, dat past. En daar had ik dus eigenlijk een stukje papier ook voor gemaakt. Dat is dus zeg maar een nep envelopje. En op dat papiertje kan je eventueel pasfoto's plakken of herinneringen opmaken. En die kan je dus of gewoon schrijven. Hè. Je kan het ook vol schrijven of je kan het als een memo briefje gebruiken. Wat je leuk vindt. En die past er precies in. Dus dan heb je al een decoratie. En dan doe ik er nog even een stukje kant op. Dat lijkt me wel leuk. Hier zit ook al een plakrandje op. En ik wil het ook een beetje daarop door laten lopen. Als het nou echt niet vast zit, kan je altijd nog even met de naaimachine het vastzetten. Ik zal deze nog even extra lijmen. Even eruit halen. Nog even netjes op maat pakken. We gaan netjes op maat knippen. Deze doe ik denk ik zo meteen even onder de naaimachine en naai een naadje opdraaien. En dus heb ik heel snel twee papier snippets gemaakt. En deze is natuurlijk met heel veel stof en kant. En dan heb je ook deze collage snippet. En dat is met schrijfpapier of met getypt papier en nog een wat gedecoreerd papier eronder, een stukje kant en een bloem. En deze is met kant en stof en muziekpapier en een bloem en een envelopje om een vakje te maken. Dus die kan je weer op een envelop of op een boekpagina plakken als extra. Want je kan dus natuurlijk ook deze gewoon als extra vakje maken door gewoon alleen de randjes in te lijmen. En dan kan er nog een keer wat in. Dus kan een envelopje in. Ik heb ook een cirkeltje, die zijn ook natuurlijk heel leuk. En die kan er eventueel ook in. Dus bij deze heb ik de papiersnippet laten zien en dan zal ik de volgende keer de stoffensnippet laten zien. Alvast bedankt!